Welkom bij Mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van De Moestuin bespreekt ze karweitjes die je eventueel dit weekend kunt gaan doen. Maart heeft vaak al van die mooie lenteachtige dagen waar we dan graag in de tuin willen werken. En dat kan dan ook wel. Alleen er kunnen ook nog behoorlijk wat vorst en sneeuw en hagel en dergelijke komen. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Dus wat kunnen we nou in maart allemaal al doen? We gaan de laatste groenten die nog in onze tuin staan gaan we oosten. Het wordt dadelijk warmer en dan gaan ze weer groeien. En die groeien alleen maar om zaad te maken, bloemetjes te maken. Dan wordt het niet lekker op. Dus haal nu de komende weken de groentes uit de tuin en eventueel maak ze in. Zodat je er nog wat langer gebruik van kunt maken. Op zo'n mooie lentedag kun je mooi onkruid gaan plukken. Ik zou het weggooien, dus verzamelen en weggooien. Want het groeit op het moment nog heel makkelijk aan als je het op de grond laat liggen. En verder kun je de grond heel even luchtig en los maken. Je hoeft het niet te spitten, alleen als je op hele zware kleigrond zit. Maar anders hoef je alleen maar de bovengrond wat luchtig en los te maken. Alleen als je wortels kweekt, waar je wortels kweekt, daar zou ik het wel dieper losmaken. Omdat daar de wortel naar beneden moet kunnen groeien en een mooie penwortel moet kunnen vormen. Verder kun je op een mooie dag de composthoop een keertje keren. Dan komt er verse lucht in, want je hebt soms van die lagen erin zitten die niet goed verteerd zijn. Dus als je ze dan een keertje omkeert, dan wordt alles een keertje goed gemengd. En dan komt er ook lucht in. En dan krijg je goede luchtige compost. Wormen, die zitten er vaak, kom je dan veel tegen. Die krioelen overal. En als je ze goed mengt, kunnen ze weer overal zijn werk doen. Het onverteerde opeten en verteren. En als er voldoende lucht is, dan kunnen ook andere beestjes natuurlijk en schimmels kunnen dan goed hun werk doen. Je kunt het nou doen, je kunt het later doen. Maar ik zou het niet doen bij te koud en te koel weer. Want dan koelt het eigenlijk te veel af. En raak je de warmte in de composthoop kwijt. En ja goed, dan staat alles stil en kruipen de wormen weg. Dan heb je er weinig aan. Compost is heel goed voor je moestuin. Compost houdt de lucht luchtig en het houdt voedingsstoffen en vocht vast. En het maakt dus luchtige grond en daar kunnen de planten dus mooi gebruik van maken. Je verwerkt ongeveer de compost 1 aan 1,5 emmer ongeveer per vierkante meter. En dat meng je dan een beetje op de bovenste 10 centimeter van je grond. 17 maart, dat is aanstaande zaterdag, dan is het landelijke compostdag. En dan is het best mogelijk dat je gratis compost af kunt halen bij je gemeente. Kijk daar eventjes jullie gemeenteberichten op na. Vaak kun je dan gratis een aantal, een kuub of minder, net wat je nodig hebt, kun je dan gratis af gaan halen. Dus hou die gemeenteberichten in de gaten. Dat is altijd mooi meegenomen en het is goed voor je grond. Als je arme zandgrond hebt of uitgeputte grond, dan is het naast het toevoegen van compost ook nodig dat je wat doet bemesten. Het liefst doen we dat met biologisch mest of stalmest, moestuinmest, gedroogde mest. Er is van alles te krijgen. Kijk wel of het organische meststof is, want organische meststof komt gewoon veel langzamer vrij. En dat is gewoon veel idealer voor onze moestuin. Dan hoeven we niet elke week of elke maand bij te bemesten. Dan komen die meststoffen dus langzamer vrij. Kijk wel eventjes op je moestuinplan wat je waar gaat poten. Want ja, dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel mest je waar gaat geven. Voor je buiten kunt gaan zaaien, moet de grond natuurlijk wel warm genoeg zijn. Dat kun je een beetje helpen door wat plastic of doek of iets dergelijks over je bed heen te leggen. Dat verwarmt met de zon erop net een paar graden extra. En het verzorgt dus dat de afkoeling van de grond net iets minder is. Dat kan je al gauw 1 à 2 weken een voorsprong geven. Nou ligt de zandgrond natuurlijk veel sneller warm als de zware kleigrond. Omdat die zware kleigrond is veel vochtiger over het algemeen. En zand, denk aan het strand, die is zo warm. Dus die kunnen ook eerder beginnen met zaaien. Nou, als het 6 tot 8 graden is, dan kun je zeggen van nou, dan kun je wel buiten beginnen met zaaien met de eerste groentes en dergelijke. Maar wat je zegt van ja, dat weet ik ook allemaal niet precies. Nou, wacht dan rustig af tot het onkruid begint te groeien. Dan kunnen je groentezaden vast ook groeien. En tot slot, waar we dus eigenlijk al de hele winter op hebben zitten wachten, we kunnen gaan zaaien. En binnen kunnen we al van alles zaaien. Daar heb je misschien al van alles gezaaid. Maar in een verwarmd kastje of gewoon binnen op de vensterbank, in ieder geval waar het behoorlijk warm is, kun je bijvoorbeeld aubergines, knolselderij en gewone selderij natuurlijk, paprika's en pepers, tomaten kunnen al lang gezaaid worden. Je kunt wat kolen alvast gaan zaaien, want dat zijn van die trage groeiers. En zomerprei kun je ook al zaaien. Heb je geen verwarmd kastje, maar een koude kast, nou daar kun je ook al in de gang. Daar is het vast nog niet zo druk. En dus kun je daar alvast wat sla en radijzen en spinazie zaaien. Die groeien in kastje en binnen geen plaats, dan kun je buiten aan de gang. Erwten kunnen buiten gezaaid worden, peterselie kan al gezaaid worden, je kunt sla, radijzen, kun je buiten zaaien. Nou, tuinbonen kunnen de grond in, die trekken zich ook niet zoveel aan van de kou of de vorst. Uien kun je planten, je kunt alvast de eerste zomerwortelen zaaien. Bij een aantal van die gewassen dus is misschien verstandig als we net als komend weekend weer een matige vorst krijgen, dus meer dan 5 graden, dat je sommige wat afdekt om het toch een beetje te beschermen. Nou zou tuinbonen en zo er goed tegen moeten kunnen. Maar ik heb zoiets van nou, het baat het niet, dan schaadt het in ieder geval ook niet. Ze hebben er hoogstens wat baat bij, dat ze beter doorgroeien. Want het is gewoon jammer als de plantjes er net boven staan en ze vriezen dan alsnog kapot. Tot de volgende keer!